Hij is niet bang om kritische vragen te stellen aan politici. Hij ging lange tijd op stap als verslaggever bij NA Nieuws en nu bij Hart van Nederland. En hij is sinds deze week politiek duider bij VI Vandaag. Deze week in het bonusprogramma. Sam Hagens. Laten we beginnen. Sam, ja, mooie leader, jongens. Ja, goed gemaakt. Dank je. Nou, welkom. Dank je wel. Hoe gaat het met jou? Het gaat goed. Ik ben wel vrij moe, maar het gaat op zich goed. Ik heb 2 dagen geleden mijn booster gehad en die merk ik nog wel. Ja? Ja. Last van? Ja, echt last van, ja. Maar pijn of gewoon? Ja, spierpijn en vermoeid en zo. Maar ik kom heel graag hier naartoe. Gelukkig. Ja, dus snappen wij. Laten we dan ook snel beginnen. Dat doen we elke week met de actualiteit. Dit keer is het dat VI Vandaag deze week is gestart. Ja. Jij kwam al sinds de zomer vaker bij de heren aan tafel. En nou, nu ben je dus ook politiek duider. Wat voeg jij toe aan het programma, denk je? Ja, ik heb echt een ondergeschikte rol als je het vergelijkt met wat Johan, René en Wilfred doen. Het is echt, ik ben dan eigenlijk specialist of duider. En ja, ik hoef het programma niet te dragen, dat doen zij. Het gaat om hun mening en... Als er vragen zijn, als dingen niet duidelijk zijn, dan kan ik daar iets over vertellen van wat speelt er. En het is ook de bedoeling dat als Johan echt allemaal onzin aan het uitkramen is, dat ik daar hard tegen inga. Ja, dat is eigenlijk mijn rol. Want ze noemen het zelf ook de meningen-show eigenlijk, de meningen-show. Maar is dat dan voor jou niet juist ook als politiek verslaggever die bij de feiten moet blijven af en toe lastig? Ja, dat is zeker lastig. Maar er wordt gewoon van mij gevraagd ook om een mening te geven. Dus, hoe doe je dat dan? Ja, ik probeer wel zo dicht mogelijk bij de feiten te blijven, maar me toch ook te verplaatsen in wat veel Nederlanders vinden. Wat ons publiek vindt, maar ook gewoon wat ik zelf vind. En het is voor mij wel makkelijker om mijn mening te geven dan als ik bij de NOS zou werken. De NOS moet echt zo objectief mogelijk blijven. Mm-hmm. Dus het is voor mij wel makkelijker om... Omdat je Hart van Nederland werkt. Ja, het hoort gewoon bij die rol. Dus het is wat onwennig in het begin, maar omdat je als journalist echt... gewend bent om... Ja, je mening is het minst belangrijke... en het liefst geef je die niet. Dus dat was wel wennen, maar... als je dat eenmaal toelaat... dan lukt het wel. Ja. Nou, laten we meteen met de deur in huis vallen. Laten we beginnen. Je bent natuurlijk de zoon van Pieter Jan Hagens. Ja. Bekend van Wie is de Mol en Eén Vandaag bijvoorbeeld. Ja, daar heb je hem. Daar heb je hem. Ja. Hoe is het om vaak de zoon van... genoemd worden. Ja, hij wordt nu de vader van genoemd. Hè? Dus het is... Dus de rollen zijn compleet omgedraaid. Ja, is dat zo? Is dat, word je niet meer als de zoon van genoemd? Nee. Nee, eigenlijk niet. Want ik heb mezelf... Ja, ik heb mijn eigen rol gevonden. En gevonden mm-hmm. wat ik leuk vind om te doen. En waar ik goed in ben. En het was eerder... Het is wel eens lastig geweest. En ik denk dat vooral is op het moment dat je eigenlijk begint. Dus als je... stage loopt op redacties of net begint met werken op redacties, dan heb ik wel eens het gevoel gehad als ik daar werkte van ja, mensen kijken toch naar mij als de zoon van en dat gaf wel een soort druk. Maar tegelijkertijd gaf die druk ook, daardoor presteer je ook beter. Omdat je een voor- en een nadeel eigenlijk. Ja. Maar je had dus wel het gevoel dat je meer moest laten zien of zo, omdat je de vader... Eigenlijk, je hebt het gevoel dat je dubbel moet bewijzen, omdat mensen zoiets hebben van... soms ben je als bang dat mensen zoiets hebben van... ja, dat is de zoon van en die heeft geregeld dat hij hier een baantje krijgt. Ja. En we gaan wel zien of hij dit wel kan of niet. Ja, want hoe groot, zeg maar, hij is natuurlijk je vader. Hoe groot is de rol dat jij nu, zijn rol? Ja. In hoeveel, zeg maar, je bent nu in de journalistiek gekomen. Ja. Ik kom even niet uit mijn woorden, maar ik wil... Ja, in hoeverre heeft hij invloed gehad op jouw keuze? Ja, dat jij nu voor journalistiek hebt gekozen. Nou, ik ben ermee opgegroeid. Dus ik zag mijn vader altijd op tv en programma's presenteren en daardoor... Kranten lagen op tafel. Ja, kranten lagen eigenlijk altijd op tafel. Maar ik had niet als kind, dus ik had echt niet zoiets van... Nou, dat wil ik nou ook echt heel graag doen. Helemaal niet. Nee? Het was meer... Nee, maar ik had wel onbewust ben ik ermee opgegroeid. Dus ik begreep het wel enigszins, hoe het werkte. En ik denk dat dat een soort basis heeft gecreëerd en... Toen ik moest gaan studeren, dacht ik, ik heb eigenlijk geen idee wat ik wil. Laat ik maar journalistiek proberen. Mm-hmm. En toen kwam ik hier op de opleiding, vond ik er eigenlijk niet zoveel aan. Ik ging veel liever uit en ik werkte in de horeca. En ik was echt helemaal niet serieus. Totdat ik stage ging lopen. Toen dacht ik, hey, dit kan ik en dit vind ik echt leuk. En toen bleek het toch wel te kloppen of zo.
Dus hij heeft niet, hij heeft mij helemaal niet gepusht. Hij heeft helemaal niet gezegd van je moet journalistiek in. Of is dat niet iets leuks voor jou? Hij heeft het eigenlijk gewoon helemaal losgelaten. En het is automatisch zo gegaan. Even een quote van jou van toen je dus op de opleiding hier zat. Na deze opleiding ben ik overal inzetbaar. Althans, dat is wat deze omschrijving van de School voor Journalistiek voorspelt. Dat had jij op een eigen pagina gezet. Ja. Is dat ook wat er uiteindelijk is gebeurd? Toen jij klaar was met de opleiding, was jij toen overal inzetbaar? Nee, echt helemaal niet. Wat heel grappig is, als je stage loopt bij NH liep ik stage, dan maak je reportages en dan denk je, oh, ik maak echt best wel goede reportages en dit lukt echt. En ik krijg ook een baan aangeboden. En jeetje, ik ben hier echt goed in, denk je dan op een gegeven moment. Terwijl, dat is helemaal niet het geval. Toen ik afstudeerde, ik had toen een jaar gewerkt bij NH. Ik had mijn studie even pauze gezet. Toen afgestudeerd en toen werkte ik voor NH en RTL Nieuws. Dus het liep best wel goed. Maar ik had echt nog lang niet genoeg ervaring om zomaar overal te kunnen werken. Mm-hmm. Ik dacht dat ik het heel goed kon, maar dat, als ik nu mijn reportages terugkijk van destijds, dan viel dat heel erg tegen. De opleiding geeft je wel een soort van basis, maar echt, je kan echt nog lang niet alles. Ja, want hoe was het dan? Uiteindelijk heb je dan dat journalistieke papiertje op zak. Ja. Kom je dan makkelijk aan de bak? Moet je nog veel leren? Nee. Deze foto is wel grappig. Kom ik er aan de bak? Nee, je komt aan de bak omdat je ergens stage loopt. Ja, dus daar, via die weg. Ja, dat is echt het belangrijkste. Hebben jullie nog steeds 2 stages? We moeten volgend jaar een half jaar stage lopen. In het derde jaar moet je een half jaar stage lopen. Maar 1 stage, niet 2 uiteindelijk. Ik heb me er nog niet heel erg in... Je weet gewoon niet waar je gaat doen. Is het 1 stage. En je hebt natuurlijk een minor en je specialisatie 1 ook. 1 stage? Ja. Dat vind ik wel echt heel jammer. Ik snap niet waarom jullie dat doen. Heb je daar het meest geleerd? Ja, het was echt geweldig om eerst bij NH stage te lopen en daarna bij RTL Nieuws. Dan heb je gewoon, ben je afgestudeerd en dan heb je 2 opdrachtgevers. Ja. En natuurlijk ook Amsterdam FM, want tijdens je opleiding, laten we dat niet vergeten. Nee, dat is waar. Jij hebt je research gedaan. Sowieso. Nee, maar tijdens je opleiding... Deze foto blijft mij achtervolgen. Dat is echt verschrikkelijk. Ja, laatst stond erg? Ik een keer met deze foto op een, lokale nieuwssite over Heerenveen supporters die zich aan het misdragen waren. Stond deze foto erbij? Ja. Alsof ik... Maar nou goed, over radio. Tijdens je opleiding zei je dat radio je ambitie was. Je hebt dus ook bij Amsterdam FM gewerkt. Ja. Maar nu is het televisie. Van waar dan nu opeens televisie? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb ook radio stage gelopen, ook bij NH. En dat was heel leuk, omdat je dan... Ik heb toen echt de hele dag mocht ik live op de radio. Ik denk wel 3 verschillende plekken op een dag. En daardoor leer je live gewoon een beetje de boel aan elkaar kletsen. En ik vond radio eigenlijk... Ja, het was een beetje een opstapje. Radio, daar leer je gewoon goed praten. Want het is heel moeilijk in het begin, als je nog niet zoveel ervaring hebt, om onder druk je woorden te vinden en om mooie zinnen te maken en echt gewoon een concreet, kort verhaal te vertellen. En dat was bij Amsterdam FM. Ik vond het echt super eng om te doen. Echt heel spannend. Om live op radio dingen te vertellen waar tegelijkertijd helemaal niemand naar luistert, maar... Dat was een soort opstapje. En nu televisie... Ik vind reportages maken vond ik echt het leukste wat er was. Dat leerde je bij NH Nieuws, want daar begon het met beeld. Bij NH, en dat heb ik ook wel een beetje bij RTL gedaan. Mm-hmm. En mijn grote droom was om verslaggever te worden van een actualiteitsprogramma. En nou, bij NH Nieuws ben je dat geweest, verslaggever en redacteur. Ja. Laten we naar kijken. Oh. Hier in het Friese bolwerk Nieuw-Vennep wonen ze, grote groepen Heerenveen-supporters. En ja, het enige wat je dan kan doen, op zoek naar mijn voetbalkameraden. Kent u dit liedje? Het is ongelooflijk, maar die honderden supporters van Heerenveen, ik kan ze niet vinden. Ook hier bij de lokale voetbalclub, niemand is voor Heerenveen. Ik ga maar terug naar Friesland. Onze verslaggever Sam Hagen staat in IJmuiden, waar vandaag tot windkracht 9 is gemeten. Ja, dat klopt. Windkracht 9. Er zijn hier windsnelheden van wel 94 km per uur gemeten. Ik heb dat zo vaak gedaan, in de storm gestaan. Ja? Dit was mijn allereerste live op tv. Maar dat is echt zo leuk bij de regionale omroep. Ik heb dat eerste filmpje van Heerenveen. Ik heb geen idee waar dat over ging. Over voetbal? Konden jullie het volgen? Nee. Ja, het...
het was veel, maar ja, het is wel leuk om te zien, toch? Zo'n oud filmpje. Ja, joh, hoe komen jullie aan die beelden? Ja, geheim. Insight. Maar nou, verslaggeving dus. Ja. Bij je verslaggever is het belangrijk dat je snel ergens ter plaatse bent. Ja. Maar hoe belangrijk is dan een voorbereiding? Is dat een vereiste? Op een onderwerp? Ja, nou, ja bij je verslaggeving. Ja, het moeilijke van verslaggever zijn is dat je... bij de regionale omroep zeker en bij Hart van Nederland ook zeker. Je moet heel snel schakelen. Bij Hart van Nederland, als je daar als verslaggever werkt, heb je wel drie verschillende onderwerpen op een dag. En als je geluk hebt, heb je tijd om een sheet te lezen en om met een redacteur te bellen. Maar hoe bedoel je heel snel schakelen? Gewoon verschillende items moeten maken op een dag? Ja, er komt iets binnen. Ja, je hebt bijna geen tijd om je voor te bereiden. Dus je maar moet gelijk... hoe doe je dat dan toch? De basis die je daarvoor moet hebben? Ja, de basis is gewoon ervaring in nieuws maken. Dus je weet, als je als verslaggever, dat leer je al bij de regionale omroep. Je weet als je op locatie bij een schietpartij of bij een brand komt. Ik moet eerst zo snel mogelijk wat quotejes hebben, zodat we het verhaal kunnen vertellen. Of ik moet wat shots maken. En het is gewoon eigenlijk... Die verslaggeving, dat is iets wat je door de jaren heen opbouwt. Je weet precies als je bij een verhaal aankomt, dit is het verhaal of een mooi persoonlijk verhaal. Je weet wat voor plaatjes je erbij nodig hebt. Je weet hoe je de vragen moet stellen, zodat er emotie bij iemand opkomt. En dat ervaring, is gewoon ervaring. Gewoon, ja. En als je dan moet kiezen, zeg maar, tussen ergens als eerste zijn of net nog even dat stukje voorbereiding en dan er naartoe? Als eerste zijn, sowieso. Ja? Want ik heb heel vaak gehad dat ik voor NH werkte en dat ik... als eerste bij een brand kwam of bij een schietpartij... en dat ik gewoon de allerbeste quotes had... omdat er nog geen andere landelijke media waren er nog niet. Mm-hmm. En dan werden mijn quotes bij het NOS-journaal uitgezonden. Dus dat is het voordeel als je bij de regionale omroep werkt. Je zit veel dichter op het nieuws en je bent er veel sneller. Oké, dus de voorbereiding is niet altijd het belangrijkste als je verslaggever bent. Nee, in de politiek is voorbereiding weer heel anders. Dan moet je echt heel goed inhoudelijk voorbereiden. Ja. En moet je precies weten... maar misschien komen we daar straks denk ik nog op hoe je dat doet. Maar daar heeft mijn vader nog een paar tips voor. Die kan ik jullie ook gelijk meegeven. Nou, superleuk. Maar bij regionale omroep en bij Hart van Nederland gewoon nieuwsverslaggeving. Dat is echt ervaring. Dat is, En wat is dan echt de lastige kant van verslaggeven? Ik kan me voorstellen dat de voorbereiding dus af en toe lastig kan zijn. Maar wat is het lastigst van verslaggever zijn? Het meest lastige is dat je... Ja, als ik dan kijk naar de regionale omroep, dat je heel veel verschillende dingen moet doen op een dag. Dus, maar dat maakt het ook heel leuk. Dus je moet soms je eigen verhalen bellen. Je pakt je eigen camera, je rijdt er in je eentje naartoe. Je maakt shots, je draait een interview, je gaat live op radio. En dan ga je terug en je monteert je verhaal voor tv. En dan maak je nog een online tekst voor de site. Heel veel en dat vond ik, dan ben je echt aan het eind van de dag heel gaar. En dan denk je, moet ik nog die tekst voor dat bericht schrijven? Ik heb hier helemaal geen zin in. Dat vond ik het meest lastig. Ja. Nou, door naar politiek verslaggever. Je hebt natuurlijk een jaar bij Hart van Nederland gewerkt. Ja. Nu, een jaar ben je er. Nee, ik werk ongeveer al... Als politiek verslaggever. Een jaar. Ja, klopt. Ja. En daar hebben we ook wat beelden van. Yes. De afgelopen twee persconferenties over corona hebben we een oproep gedaan aan kijkers, aan jullie. Stuur vragen door, dan stellen wij die aan Hugo de Jonge en Mark Rutte. U bent toch de politicus met de meeste ervaring voor VWS? Ja, u wilt graag een reactie op de bericht in de krant over de uitkomsten van de gesprekken aan de formatietafel. Maar die gesprekken die worden op dit moment nog gevoerd. Mm-hmm. En u zult echt even geduld moeten hebben, en ik ook. Wat ze gaan doen is dat regeerakkoord op hoofdlijnen, dat zullen ze presenteren aan informateur. En wat ze dan bespreken is, hoe staan die verschillende onderwerpen erin en welke partij past daar nou bij? Werd het in september, toen Mona Keijzer nog in het kabinet zat, ook al besproken? Het staat natuurlijk al een tijdje in OMT-adviezen als een te overwegen optie, hè? Dus het is niet nieuw. Ja, nou, NASA heeft hebben ze natuurlijk ook met meerdere politieke verslaggevers, uit van Nederland. Hoe zorgen we ervoor dat hoe worden de taken verdeeld? Dat is een goede vraag. We zijn nu met drie verslaggevers. Charlotte Nijs, Merel Ek, die is net begonnen deze week. En we hebben ook nog een redacteur. Mm-hmm. En hoe worden de taken verdeeld? Ik ben dan de vaste bij VI. Mm-hmm. Charlotte die zit altijd bij 7:30. Maar Charlotte is komende week op vakantie. Dus moet ik 7:30 de talkshow en VI doen. En daardoor werk ik dus vooral in de middag en de avond. En in de ochtend doet de rest het een beetje. Ja. Het is voor ons, omdat je voor Hart van Nederland werkt, valt onder Talpa. Dus je hebt zoveel wat je moet bedienen. We hebben ook allemaal radiostations. Mm-hmm. Morgenochtend moet ik bijvoorbeeld ook Radio 10 doen. Van de week had ik ook 538. Je hebt ook nog Veronica. We hebben eigenlijk zoveel werk met z'n drieën. Dat het is meer van wie kan wat doen.
Doe het alsjeblieft. In plaats van dat we moeten bedenken van jij doet dit. Ja, en jij het doet is dat. Niet zozeer van altijd van ja, als er dat gebeurt, dan doe jij het. Of nee, dit doe jij ja, het. Is het meer ja, we hebben wel echt roosters. Ja. Dus maar bijvoorbeeld wel... inhoudelijk, dan heb je dat iemand zich op een bepaald onderwerp focust. Stel, er gebeurt iets met die toeslagenaffaire. Is ja. er dan één iemand gaat zich daar helemaal in verdiepen en die ja, doet we dat? We zijn met of... zo weinig mensen dat we daar geen ruimte voor hebben. Okay. Dus bij de NOS heb je dat, dan hebben ze dan verdelen ze de ministeries. Mm-hmm. Ja. Maar wij volgen gewoon alles. Met elkaar. Dus wie kan, dan kan jij en we verdelen ja. het gewoon. En ik doe het over het algemeen de persconferenties. Van corona. Mm-hmm. Omdat ik dat heel leuk vind om te doen. Oké. Okay. Dus ja. En we zeiden het net al, je bent dan nu 1 jaar aan de bak als politiek verslaggever. Ja. Is het voor jou dan ook nog soms lastig als relatief jonge verslaggever om informatie te winnen ten opzichte van een Frits Wester of een Xander van der Wulp? Ja, dat is wel grappig. Want ik zit daar nu middenin. Nee, dat valt eigenlijk. Nee, ja. Ik weet natuurlijk niet hoe het bij. Zij hebben natuurlijk betere contacten. Dus mm-hmm. Ze kennen vooral mensen uit partijen, uit de partijtop ook heel goed en zo. Maar de belangrijkste woordvoerders van partijen en van politici en van ministeries, daar haal je toch de meeste informatie vandaan. En omdat ik nu bij elke avond bij VI zit, of niet elke avond, maar vrij vaak, mm-hmm. Is het ook belangrijk voor die woordvoerders dat ik goed ingelicht ben. Dus als ik bel, dan nemen ze gewoon op. Omdat ze weten, oh, hij zit vanavond bij VI. Als we niet antwoorden, dan kan hij wel eens met een heel raar verhaal komen. Ja. We kunnen beter maar zijn vragen beantwoorden. Dus dat is wel leuk om te merken dat... ik dacht van, dit is iets wat ik jaren moet opbouwen. Ik moet al die contacten, moet ik heel veel in investeren. Als jij op een plek komt wat belangrijk is voor politici, dan word je al heel gauw toegelaten. Het is niet echt een gesloten... Maar merk je dat dus niet, omdat zij al lang in het vak zijn of ouder zijn, dat zij daar meer connecties hebben van binnenuit of netwerken? Ja. Niet via de woordvoerder, maar via de politicus dan zelf? Nee, zo'n Rutte, die heeft natuurlijk meer... ik heb minder goed contact met Rutte dan Frits Wester. Ja, dat is logisch. Ja. Maar het is niet het allerbelangrijkste. Want nou, okay. Rutte deelt ook alleen maar iets met Frits Wester als hij... daar een belang bij heeft. En mm-hmm. zo geldt dat voor al die woordvoerders. Dus als Rutte er een belang bij heeft, dan vaak heeft een woordvoerder hetzelfde belang. Ja. Dus dat gaat best goed eigenlijk. Ja. Nou goed, iets anders. In Den Haag lopen natuurlijk meerdere politieke verslaggevers rond. Hoe zorg jij dat jij je onderscheidt van hen? Door vragen van het volk te stellen, denk ik. Als je bij de persconferenties luistert, dan... Ik probeer wel echt andere vragen te stellen dan de NOS en RTL. Stellen zij de vragen niet vanuit het volk dan? Nou, wel. Maar het is vaker ook... de NOS zijn ook vaak wat verhelderende vragen. Omdat ze dus als eerste... Ik ben als derde aan de beurt. En NOS en RTL zijn dan de eerste en mm-hmm. tweede. Ja, ik probeer... Kijk, wij hebben echt een ander publiek. De NOS heeft gewoon heel Nederland als publiek. RTL heeft de boodschappers. Dus de mensen met kinderen. Die doelgroep. En wij hebben Truus uit Purmerend, die nogal boos en teleurgesteld is. En uit die ervaring van ons publiek moet ik ook vragen stellen. Dus het is ook vooral zo kritisch mogelijk en ook in hele heldere taal. Dat is een beetje hoe ik me probeer te onderscheiden. En daarnaast heb je ook al aangegeven dat de interview een sterke kant is, waardoor je misschien onderscheidt. Maar bij het interview heb je een bepaalde strategie. Ja, er zijn een paar strategieën die je kan doen. Ik heb in het begin, toen ze mij nog niet zo goed kenden bij die persconferenties, dan kan je ze verrassen. Want dan weten ze niet dat jij met hele vervelende vragen komt. Dus toen heb ik een keer wel eens gelijk gevraagd van of Hugo de Jonge wel aan kon blijven. En daar hij vond dat zo'n gekke vraag dat hij begon te lachen. Toen zei ik, ja, u kunt er wel om lachen, maar dit is een hele serieuze vraag. Ja. Ja. En toen werd het, kwam er een beetje een vervelende sfeer. En nou, dat was, nou, ja. Laten we anders gelijk even naar de beelden daar. We hebben wat beelden in actie. Vindt u dat u nog aan kan blijven? Nou, het lijkt me praktisch, want er moet een hoop gebeuren. Dus daar heb ik een minister voor nodig. Ja. Nou, ik kwam wat, het is niet helemaal goed gegaan, toch, de afgelopen week? Oké. Okay. Ja. Maar nogmaals de vraag, welke fouten rekent u uzelf aan? Nou joh, daar zul je over moeten evalueren. Maar dat evalueren moet je al na afloop doen. Ik heb vanaf het begin gezegd, wij zullen in die hele epidemie fouten maken. Als ik nog een paar dingen mag noemen. Er zijn ook deskundigen die zeggen, er is te vroeg versoepeld. Er kon gesjoemeld worden met die QR-codes bij het testen. U riep op, ga dansen met Jansen, haal een prik, onbeschermd en ga vanavond lekker uit.
Dat klinkt toch niet allemaal alsof u het goed heeft gedaan? Maar laten we die of staat u nog punten... steeds achter deze, al deze punten? Zeker. U legt de schuld dus niet bij uzelf. U vindt dat u kan aanblijven. Ja, weet je, ja, ik vind ook. Maar dan door naar de volgende vraag. Ik mag je toch gewoon een vraag over stellen? Ik heb geen enkel bezwaar tegen die vraag. Je mag elke vraag stellen. Echt elke. Ja, er zijn zeker fouten gemaakt. Maar er is echt geen enkele grond nu voor een minister om te gaan aftreden. Dat is echt een overdreven vraag. En ik wil ook door met de persconferentie. Ja, dit is dus de tactiek er hard in gaan. En daardoor, wat je merkt bij politici is dat ze heel erg getraind zijn. En heel erg, vooral Rutte, die is heel slim in beantwoorden van vragen. Waardoor je ja, heel vaak weg bent. En als je irritatie bij hem opwekt, dan is hij ineens eerlijk. Mm-hmm. En dan gaat hij uit de emotie reageren. En dan wordt het een interessant interview. Ja. Maar dat werkt niet altijd, want nu weten ze wie ik ben. En dan zijn ze zijn er volledig op voorbereid nu. Dus nu moet ik het vooral op de inhoud doen. En nou, niet naar de emotie zoeken. Dus dat kon eerst wel, maar nu doe je dat anders. Ja, ik heb het verrassingselement helemaal verloren. Mm. Want wij dachten ook, als ze hebben niet echt een antwoord, denk jij ook echt een antwoord op die vraag te kunnen krijgen? Ja, als ja ze geven dus geen antwoord. Ik had echt gehoopt dat Hugo de Jonge had gezegd, ja, ik snap dat je die vraag stelt, maar ik vind dat er fouten gemaakt mogen worden. En ik sta nog helemaal achter mijn eigen beleid. Ik vind dat ik de man ben om dit te doen. En ik ga het je bewijzen dat ik dit kan doen. Dan was ik gelijk weg geweest. Dat hoopte je te bereiken met het stellen van die vraag. Ik hoopte het niet. Ik wist dat hij zou gaan lachen. Mm-hmm. Maar ze vinden het zo niet kunnen dat je zulke vragen stelt op zo'n moment. Dan worden ze alleen maar boos. In plaats van als jij gewoon hard terug antwoordt. Nou, dan ben ik weg. En dan zet je mij op mijn nummer. Maar dat kunnen ze niet. Is dat ook wat je vader dan had meegegeven, waar je net al een beetje op doelde? Dus, het grappige is dat ik had deze ook weer overlegd met mijn vader. En mijn vader zei van, ja, dat moet je niet doen. Dat is te heftig om zo erin te gaan. En toen het gebeurde, appte die, zei hij van, nou, helemaal top. Dit was precies, je had toch gelijk. En ik heb nu wel heel vaak dat ik voor persconferenties even met hem bel. Zeg van, ja, ik heb deze en deze vragen. Want je weet al precies wat er gezegd gaat worden, omdat alles uitlekt. En wat heel fijn is, en daar heb ik dus nu echt een voordeel van, is dat ik met hem altijd kan sparren en dat ik dan de vragen nog net iets scherper neer kan zetten. Dus dat hij zegt, als je hem zo stelt, dan komt er nog een beter antwoord uit. Ja, scherper is... Ja, dus scherper... Wat je wel eens hebt, is dat je dan heb je een idee bij een vraag en dan is het toch nog iets te vaag. Mm-hmm. Dus dan haal je er een paar dingen bij elkaar. Dan doel je ergens op, maar je benoemt dat doel niet. Ja, dit klinkt nu ook heel vaak. Ja, nee, jawel, je maar, komt... maar een spanningspartner kan dus handig zijn om heel erg concreet te krijgen. Dat heb ik ook met mijn collega's in Den Haag. Wij overleggen constant. Want je kan wel het idee hebben van, ik stel nu een vraag of die wel aan kan blijven. Mm-hmm. Maar als heel Nederland zoiets heeft van, dat is echt een totaal belachelijke vraag die jij nu stelt, dan maak je een hele grote fout. Maar mensen vonden het juist op dat moment terecht. Want de cijfers die waren torenhoog. Hij zat te roepen, ga dansen met Jansen, haal vanavond een prik. Terwijl je pas over 2 weken eigenlijk beschermd bent. Dus er waren gewoon echt grote fouten gemaakt. Mensen hadden echt zoiets van, ja, Hugo de Jonge, die moet weg. Mm-hmm. En niet dat ik dat vond, maar het was wel op dat moment een terechte vraag. En nou, je merkt dat ze er dus ook een beetje op reageren in emotie. Doet ze wat? Ze zijn geen fan van je, zeg je ook zelf. Ja. Gaan ze nog steeds normaal om met jou in een interview? Of behandelen ze ook anders omdat ze ervan uitgaan dat jij weer met een felle vraag komt om ze uit te lokken? Ik heb een periode gehad in de zomer met Rutte dat hij eigenlijk al gelijk, als hij mijn kop zag, dat hij al geïrriteerd was. Mm-hmm. En dat was niet echt handig, want dan krijg je geen antwoorden. Want dan gaat hij elke keer zeggen, ja, daar ga ik nu niet op antwoorden. Dat heb ik een aantal keer gehad. Hoe ben je daar overheen gekomen dan? Ja... Ik weet niet, volgens mij is er, ik weet niet hoe het is gegaan hoor, maar ik heb het idee dat er bij hem iets veranderd is. Want zij zien ook wel dat ik stel niet de vragen omdat ik ze wil stellen, ik stel ze namens ons publiek. Mm-hmm. Dus als jij vragen van journalisten niet serieus neemt, dan neem je indirect ook vragen van Nederlanders niet serieus. Dus nu bij de persconferenties, bij de laatste merkte je bijvoorbeeld dat hij juist aangaat als ik kritische vragen stel. En mm-hmm. dat hij zijn best gaat doen. En dus ik denk dat daar iets veranderd in is. Toen hij dus aan het begin niet echt dan reageerde, begon je dan ook aan je eigen vragen te twijfelen? Of?
Nee, dat niet per se, maar ik vond het wel irritant. Ik dacht, het is één of twee keer gebeurd. Ik dacht, ja... We hadden toen een panelonderzoek. De helft van Nederland vindt Nederland een kutland of zo hadden we. En daar had hij gewoon helemaal geen zin in. Hij zei, ja, het is ook mijn vakantie. Terwijl hij stond voor een camera met een pak aan. En het was wel in het reces, maar hij had geen vakantie op dat moment. Maar ik ben gewoon doorgegaan en dat heeft zichzelf opgelost. Oké. Okay. Nou, we hebben een vraag van de student. Oké. Dus laten we luisteren. Hoi Sam, ik ben Nick. En vroeg me af hoe je je werk met je politieke voorkeur combineert. Interview je misschien die mensen die je enorm klotig vindt? Doe nog groetjes aan Johan en René. Ja. Ik interview genoeg mensen die ik echt een klootzak vind. Het leuke is dat je eigen voorkeur er niet toe doet. Want ons enige doel als journalist, vind ik, is zo kritisch mogelijk zijn op de macht. Mm-hmm. En het controleren van de macht. Dus, maar je hebt natuurlijk wel een voorkeur. Tuurlijk. Is dat dan niet lastig dan? Nee, eigenlijk speelt het geen rol. Want ik heb eigenlijk bij iedereen bij wie ik interview, probeer ik zo kritisch mogelijk te zijn. En dat is ook toen ik bij de regionale omroep, als je in een buurt gewoon mensen interviewt. Ook die interviews, als je die kritisch aanpakt, dan wordt het verhaal van iemand ook sterker. Dus het maakt niet uit wat je eigen politieke voorkeur is. Je moet een interview met een politicus altijd kritisch aanpakken, want het verhaal wordt er ook beter door. Dus ja, ik heb daar eigenlijk niet zo last van. Nee. Oké, nou, duidelijk. Laten we dan doorgaan naar Dilemma Donderdag. Yes, Dilemma Donderdag. Ik stel een paar dilemma's aan je voor en dan aan jouw taak zo snel mogelijk te reageren. En eerlijk. Ik ben eerlijk. Klaar voor? Ja. Oké, nou als het goed is komt er muziekje bij. Ja. Je politieke voorkeur bekendmaken of elke dag poep onder je schoen? Mijn politieke voorkeur bekendmaken. Bril of lenzen? Ik heb lenzen in nu. Een grote politieke primeur of een week op vakantie? Zo, dat is een moeilijke. Een week op vakantie. Op de thee met Mark Rutte of Hugo de Jonge? Wat zei je? Op de thee met Mark Rutte of Hugo de Jonge? Och, allebei echt niet. Nee? Je moet kiezen. Je moet kiezen Mark Rutte. VI vandaag of op 1? VI vandaag zeker weten. Ja. Op 1 zou ik echt niet willen zitten. Oh, oké. Okay. Binnenkomen bij Nieuwsport of altijd toegang tot documenten van één politicus? Oh, ik ben nooit in Nieuwsport, dus die documenten. Ja. Meedoen met Expeditie of Wie is de Mol? Expeditie Robinson, daar wil ik heel graag aan meedoen. En Aretha Franklin of Jimmy Cash? Aretha Franklin. Je koos toch voor de vakantie in plaats van de politieke primeur? Ja, ik zit nou te denken, het ligt eraan hoe groot de politieke primeur. Als ik nu een politieke primeur krijg waarmee ik het kabinet laat vallen, dan kies ik voor die primeur dan. En dan laat ik die vakantie nog heel even op zich wachten. Maar waarom koos je dan net toch vakantie? Ja, omdat ik nu op dit moment heel veel zin heb in vakantie. Okay. Ben je veel aan vakantie? Ja, echt. Ja. Dat is het nadeel van in de politiek werken en kleine kinderen hebben. Het is een hele leuke en vermoeiende combi. Oké, okay, nou dan gaan we even kijken naar een stukje uit een interview van Ron Vrezen. In oktober gaf hij die aan de Volkskrant. Ja. En ik ga even een stukje van hem citeren. Wat de politiek volgens mij moet doen, is kijken of je in het debat tot oplossingen kan komen voor problemen waar het land mee zit. Het is nu alleen maar klatsch, klatsch, boem, boem, je liegt, je bedriegt. Het is een schande, het is een blunder en je moet weg. Ook journalisten hebben de neiging om daarin mee te gaan. Zo van, ah nee, een clash, spannend. In plaats van na te denken waar iets in de essentie nou eigenlijk over gaat. Mm-hmm. Hoe kijk jij naar wat hij daar zegt? Ja, het is echt een heel interessant punt. En goed dat jullie dit naar voren halen. Want ik denk hier zelf ook bijna dagelijks wel over na. Want ook als je naar mijn werk kijkt, is het heel vaak op de man. Heel vaak focussen ook op fouten. En het interessante is, laatst was er ook een secretaris-generaal of een hoge ambtenaar van het ministerie van VWS, die had een interview aan de correspondent gegeven. Die zei, het gaat veel te veel over fouten in de politiek en ook in de journalistiek. En het moet veel meer om het verbindende gaan. En ik ben het daar echt niet mee eens. Want inderdaad, nieuws en onze uitzendingen moeten verbindend zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Hart van Nederland, de kern van Hart van Nederland is hoe Nederlanders met elkaar op oplossingen zoeken. Mm-hmm. Dus hoe ze voor elkaar opkomen. Als er een inzamelingsactie is geweest, als er een stille tocht is voor iemand die is omgekomen. En dat soort verhalen zijn echt de kern van ons programma. En in de politiek is het heel belangrijk om de macht te controleren en om kritisch te zijn. Als wij ons niet focussen op fouten
en ze niet controleren, dan kunnen ze overal mee wegkomen. Dus je moet een soort balans daarin vinden. En vind je dan niet dat te veel focus op fouten binnen de politiek dan niet afleidend is voor waar het daadwerkelijk om draait? Zeker. Dus ja. Beleid maken. Ja, en dit is dus een dilemma ook weer. Mm-hmm. Eigenlijk waar ik ook niet een antwoord op heb. Maar hoe doe je het zelf dan? Welke vragen stel je je af? Ja, nou ja, dit is dus iets waar ik niet zomaar nu in 2 minuten een oplossing voor zou kunnen bedenken. Maar het is wel iets waar je als journalist bezig mee moet blijven. En je moet afvragen van, zitten we niet te veel op de man? Maar ik denk dat het een balans is in het nieuws wat je brengt. We hebben heel veel reportages, ook met mooie persoonlijke verhalen, die ook belangrijk zijn in politiek. En dus dat we Nederlanders, bijvoorbeeld laatst hadden we een verhaal over een man wiens dochter zelfmoord had gepleegd. Die zat in de jeugd GGZ. Het ging heel veel mis. En die vader, het was zijn opdracht om naar de politiek te gaan en om daar haar verhaal aan te kaarten, zodat er echt iets verandert in die jeugd GGZ. Dat zijn hele belangrijke verhalen voor ons. En in combinatie met heel kritisch zijn op de macht, is er een balans, denk ik. Maar om elke dag alleen maar vervelende vragen te stellen, van ja, wat, u heeft het weer verkeerd gedaan, meneer Rutte. Dat heeft ook geen zin. En hoe kijk je naar de balans nu dan? Als je zelf naar het nieuws kijkt van NOS, RTL, Hart van Nederland, noem maar op. Niet alleen bij jullie zelf. Ja, ik zou wel willen dat er iets meer... ik denk wel dat er iets meer focus moet zijn op verbindende journalistiek, op mooi nieuws, op mooie verhalen. Nog meer de focus? Iets meer aandacht voor mogen zijn. En het moet allebei. Ik vind allebei belangrijk. Ja. En waar mis je dat dan nu vooral? Dat ja, ik vind dat wel moeilijk te zeggen, want het is ook echt wat de dag brengt. Dus het is ook echt, elke nieuwsdag is verschillend. En ook de uitzendingen zijn verschillend. Dus ik vind het echt wel moeilijk om daar een soort algehele conclusie aan te verbinden. In ieder geval goed om dus wel mee bezig te zijn. Ja. Dat het nadelig kan werken als het te negatief is. Allemaal. Zeker. Ja, want we vergeten ook wel eens hoe groot de impact van nieuws is. Als mensen constant, dat zagen we in het begin van de coronacrisis... Mm-hmm. Als mensen constant bang gemaakt worden, dan heeft dat heel veel invloed op hun persoonlijke leven. En we konden er denk ik niet zoveel aan doen, omdat op dat moment de wetenschap er ook zo voor stond. Dat, ja, we dachten ook dat het heel gevaarlijk voor iedereen zou zijn. Maar ik denk dat het voor journalisten en ook jonge journalisten wel goed is om te onthouden van probeer die verbinding te zoeken. En dat is bij lokale en regionale journalistiek heel makkelijk en heel leuk. Mm. En vanuit jullie dan bij Hart van Nederland heb je wel dan ook vaak dat vanuit dus het volk je ook wel wat kritischer of wat fellere vragen kan stellen als die vragen spelen. Ja, ja, ik denk het wel. Ik weet niet zo goed hoe dat komt. Ik denk dat NOS en RTL toch, ja, ze zijn iets serieuzer en ja, ze willen geen gênante vragen stellen. Die vraag van net dan, van denk je dat u aan kunt blijven, dat zouden zij niet hebben gesteld dan? Nee, zeker weten we niet. En dat heb ik eigenlijk elke keer dat ik een vraag opschrijf en denk, ik weet zeker dat RTL dit niet gaat vragen. Maar jij denkt niet dat zo'n vraag er bijvoorbeeld ook toe kan leiden dat het voor een Hugo de Jonge meer gaat om zijn beeldvorming, dat hij zo op die manier zijn hachje moet redden, in plaats van dat hij de kans krijgt om te laten zien van ik ga gewoon een goed beleid neerzetten? Ja, dat is een hele terechte vraag die je stelt. En goed dat je daarop doorvraagt. Maar kijk, hij krijgt al heel veel vragen van andere journalisten. Hij mag eerst bij de NOS en RTL alles uitgebreid uitleggen. En er is iemand die hem kritisch moet aanpakken. En dat ben ik dan op dat moment. En het gaat hem bij Hugo de Jonge altijd over beeldvorming. Het gaat heel veel in de politiek over beeldvorming. En mijn ene vraag maakt daar geen verandering in, denk ik. Maar het is wel een probleem dat het te veel gaat om beeldvorming. Ja, maar op sommige momenten is het ook echt belangrijk om zo kritisch mogelijk te zijn. En dit was zo'n moment. Oké. Okay. Ja. Nou, dan willen we jou vragen om een tip te stellen of een tip te geven aan de studenten. Dat mag aan die camera daar zo, camera 3. Lieve studenten, wat fijn dat jullie aandacht hebben. Okay. Ik zou de tip die ik wil meegeven is probeer heel voorzichtig het op te bouwen. Ik heb wel eens mensen gesproken hier op de opleiding die in het eerste jaar al zeggen, ik wil heel graag presentator van 3 op reis worden. Probeer eerst lokaal, zoals bij Amsterdam FM, dan regionaal. Je kan het echt in stappen zien en ga dan naar de landelijke televisie. Want er is zoveel te leren. Je kunt het niet in één keer. Dus je hebt echt wel, ik denk wel 10 jaar nodig
om ergens te komen dat je denkt, nou, nu zit ik op een goed niveau. Dus pak het stap voor stap aan en geniet ervan, want het is heel leuk werk. Dat was hem. Duidelijk. Dankjewel. Dan gaan we nog even door naar de toekomst. Ja. Wat kunnen wij van jou verwachten? Ik denk dat ik ooit minister-president word. Ja? Nee. Ja, nee, dat kan. Nee. Dus, nee. Ik heb geen idee. Zal over 5 jaar. Ja, wat zien we dan? Jaar, geen flauw idee. Nee? Heb je wel nog andere ambities dan politiek verslag geven? Of wil je daar gewoon in doorgroeien? Ik vind interviewen heel erg leuk. Dus dat doe ik nu. En al is dat later in programma's, zal ik het ook heel leuk vinden. Zou je dat zelf nog willen? Een eigen programma of talkshow of iets? Een interviewprogramma op de radio lijkt me heel erg leuk. Op de radio dan wel weer? Bijvoorbeeld. Maar ik ben eigenlijk niet zo bezig met over 5 jaar. Is er iemand die je graag zou willen interviewen? Oeh, dat ging echt een goede vraag. Nee. Er is niet, ik heb niet een droominterview. Het mooiste, het gaat mij ook niet zozeer om de persoon. Het gaat mij meer, het mooiste is zoals dat die, vindt u dat u aan kan blijven, het moment zelf. Dat je momenten te pakken hebt waarbij iets heel belangrijk is, waarbij er heel groot, dat je een vraag stelt met veel gevolgen. Ja. Dat zijn de mooiste interviews. Dat zou je op zich misschien wel bij iedereen kunnen creëren. Ja, dat kan bij iedereen. Dus het maakt niet uit wie dat is. Ja. Maar dat kan bij elke politicus gebeuren. Maar dat kan ook, het kunnen ook hele kleine interviews zijn. Ja. Bij gewone mensen. Maar als het een vraag is en een interview en een reportage met een groot gevolg, dat vind ik het mooiste dat er is. Oké. Nou, volgende week hebben we weer een nieuwe gast. Ja. Laten we even kijken wie dat is. Ja. Ja, je moet je vooral voorstellen, enorm complex, waar duizenden Libiërs rondlopen. Jij was daarbij ook, hè? Ja, ik heb het gefilmd. Oh. Ik ga eigenlijk af op mensen die ik tegenkom in het Midden-Oosten. Het zijn moslims allemaal. Very difficult to say, but they have a manual for it. And we found it on the laptop. Harold, we hebben net jouw stuk gezien. Hoe hou je dat vol iedere dag weer? Het is iedere dag hier in Sarajevo hard lopen, hard met de auto rijden, omdat het erg gevaarlijk blijft in de stad. CNN loopt de straat op om nog betere beelden te schieten. We werken hier, we leven hier, we rennen hier. En sommigen zeggen dat alle journalisten in Sarajevo gek zijn. Het zij zo, maar zonder journalisten zou het belegerde Sarajevo anoniem ten onder zijn gegaan. Harold Dormos? Ja. Heb jij een vraag voor hem? En zou je die weer in de camera achter? Ja, Harold, jij hebt net als ik... Ja, je bent geschakeld, Harold. Jij hebt net als ik... jij hebt een jong kind, ik heb er 2. Hoe is het om het vaderschap te combineren met zo'n uitdagende journalistieke baan? En jij wilde nog een vraag stellen, hadden we begrepen. Ja, ik wilde nog een vraag stellen, maar ik ben hem eigenlijk alweer vergeten. Nou, dan sluit... Laat hem hierbij. Dit is een goede vraag. Ja, nou, dankjewel voor het komen. Ja. En jullie bedankt voor het kijken. Yes, volgende week zijn we er weer om 6:30. Vergeet geen kijkersvragen in te sturen. En als het goed is, mag je er volgende week weer bij zijn als je een goede kijkersvraag had. Dus tot dan. Yes, doei. Doeg. Goed gedaan, jongens. Yes, dankjewel. Hoe lang zijn we ermee bezig geweest? Nu ben ik wel benieuwd. Jouw blunder.